Scooters, fietsers, auto's, trams, bussen, voetgangers, noem het maar op. Het is enorm druk op straat. Het is dus heel belangrijk dat anderen zien wat jij doet in het verkeer. In de Week van het Verkeer leer je waar jij op moet letten en hoe je ervoor zorgt dat je goed opvalt. Het thema van de Week van het Verkeer is: laat je zien. Hoe doen Nina en Fedde dat? Daar zijn we wel benieuwd naar. Goedemorgen, Nina. Lekker opvallend jasje, zeg. Hey, Fedde, wakker worden. Je moet naar school. Als je opschiet, kom je nog op tijd. Tanden poetsen, boterhammen, check. Let's go. Kleed jezelf warm aan, want het is best koud op de fiets. Denk je eigenlijk dat je genoeg opvalt in het verkeer met die zwarte jas? Het maakt niet zoveel uit welke kleurkleding Nina en Fedde dragen in het verkeer. Je bent altijd wel goed zichtbaar. Niet waar. Om op te vallen in het verkeer is het slim om reflecterende of felle kleding te dragen. Zo laat je jezelf goed zien. En, hebben we een beetje zin in school vandaag? Hey, een vrachtauto. Even goed opletten dus. Weet jij waar je veilig staat? Als je een vrachtauto tegenkomt op de weg, kun je er gewoon naast gaan staan. Niet waar. Een vrachtauto heeft verschillende dode hoeken. Dat zijn plekken rondom de vrachtauto waar je niet zichtbaar bent. Blijf rechts en ruim achter de vrachtauto en houd altijd 3 meter afstand van een groot voertuig. Dan ben je altijd goed zichtbaar voor de bestuurder. En nu door naar school. Maar wel blijven opletten, hè? Hoe zit het nou eigenlijk met je hand uitsteken als je samen fietst? Als je samen fietst en je allebei wilt afslaan, dan hoeft één iemand maar zijn hand uit te steken. Niet waar. Om te laten zien dat jullie allebei willen afslaan, moet je ook allebei je hand uitsteken. Dat is het meest duidelijk voor de andere weggebruikers. Hehe, school is uit. Nina, jij ging verder toch uitdagen met basketbal? We zijn bijna bij het pleintje. Nu alleen nog het zebrapad oversteken. Kun je eigenlijk zomaar oversteken bij een zebrapad? Bij een zebrapad steek je pas over nadat je contact hebt gemaakt met de bestuurder, om te weten of hij je echt heeft gezien. Waar? Een zebrapad geeft aan dat je daar mag oversteken. Maar dat betekent niet altijd dat iedereen je ziet en voor je stopt. Kijk de bestuurder altijd even aan om zeker te weten dat je over kunt steken. Nice one, Fedde. Lekker gesport, jongens. Nu op naar huis. Het wordt zo al donker. Zet je verlichting maar vast aan. Ai, dat is onhandig, zeg. Voorlicht kapot. Hey, top, Fedde. Goed voorbereid met dat reservelampje. Maar is zo'n los lampje op het stuur wel veilig genoeg? Een los lampje aan het stuur, dat mag helemaal niet. Niet waar. Je mag wel fietsen met een los lampje aan het stuur als het even niet anders kan. Laat wel snel je voorlicht repareren. Een vaste lamp is nog altijd het veiligst. Goed bezig, jongens. Dan nu maar veilig naar huis. Tot ziens, Nina en Fedde.